Vroeger, Wouter, vroeger was alles beter. Zeker op het gebied van de auto's, toch? Nee, volgens mij niet. Maar toen werden er misschien, daar kunnen we ook een discussie over hebben, wel meer ouderwetse volksauto's gemaakt. Sowieso wel. Onze gast is in ieder geval gek op dat soort auto's en heeft er een boek over geschreven. Maarten van Rossum. Straks rijden we in de Skoda Kodiaq, de nieuwste SUV van dat merk. Nou, dan gaan we straks de mening van Maarten van Rossum eens even over. Ik denk dat de prijs wel heel gauw op de 40 mil zit. Als je er nog iets op en aanschroeft. 29 begint hij. 29.000. Werkelijk waar? Ja, geen geld. Ja, voor zo'n grote auto. Met een 3-cilinder of zo. Nee, die schijnt er wel te komen. Hebben ze nog nieuw aangekondigd. Maar dit is een 4-cilindertje. Met 125 stampende paarden. Maar ja, als je een fan bent van de De Chauffeur met 2 pk. Dan is dit zo'n fantastische vooruitgang. 2 pk, dat is flauwekul. Toen de allereerst geleverde De Chauffeur uit de serie. Ja. Die had 9 pk. Ja. Uit een 325, 375 cc motortje. Ja. Dat is niet veel. Nee. Maar daar kun je mee rijden. Top zal rond de 80 liggen. Ja. Je moet terugschakelen als er tegenwind is. Maar het is maar net wat je behoeften zijn. Dat is absoluut. Als je namelijk switcht van een Solex naar een De Chauffeur. Ja, dat is een dan enorme is dat wereld, een enorme stap. Ja. Daarna zijn er geen stappen meer van dergelijke afmetingen te doen. Een auto voor iedereen, zo heet dat nieuwste boek van historicus en autoliefhebber Maarten van Rossum. Het ligt komende week in de boekhandel. Het boek gaat over volksauto's. T-Ford, Kever, De Chauffeur, dat soort auto's. Wat is er zo mooi aan die volksauto's? Dat ze zeer specifiek ontworpen zijn om A, van goede kwaliteit te zijn. Ja. Zodat ze een tijdje mee kunnen in principe. Ja. Dat ze niet te duur zijn en dus bereikbaar voor een zo groot mogelijke groep uit de bevolking. En daarvoor moet je eigenlijk de hele geschiedenis van de verspreiding van de auto, die moet je opknippen in verschillende fases. Ik zou maar zeggen, de eerste fase, we beweren dan dat de auto is uitgevonden zo laat, de jaren 80, 19e eeuw. Dat is een beetje een arbitrair moment. Maar goed, laten we het vanaf dat moment. Ja. Die eerste auto's die waren schuw duur. Dat was eigenlijk bestemd voor een, het was speelgoed voor een rijke elite. En dan op een goed moment besluit Henry Ford, die denkt, ik bouw een auto van goede kwaliteit. Ja. Een solide auto, waar je in principe 4 mensen in kunt vervoeren onder redelijke omstandigheden. En die probeer ik zo goedkoop mogelijk aan te bieden. En dat is de T-Ford geworden. Ja. En het belangrijkste van de T-Ford is, het is op zichzelf een heel bekwaam ontwerp, als je denkt dat het uit 1908 dateert. Maar eigenlijk is het belangrijkste aspect de serieproductie. Ja, de lopende band. Aanvankelijk kostte zo'n T-Ford toch ook tegen de $1000. Dat was toen een 5-force bedrag. En dan gaan ze hem bouwen aan de lopende band en nemen de kosten eigenlijk enorm snel af. Tenslotte kon je in de jaren 20 voor ruim $200 een T-Ford kopen. En daar zit dan ook nog een portie inflatie in. Ja. Dus daar kun je aan zien. Dus eigenlijk spotgoedkoop. Ja, spotgoedkoop. Dat kun je rustig stellen. Maar het is wel een fase. Ja. Want je ziet ook dat als de volksauto is, sommige volksauto's zijn natuurlijk een enorm succes geworden. Maar als er bijvoorbeeld een grote tweedehands markt heeft ontwikkeld, waardoor mensen tweedehands een auto kunnen kopen voor vergelijkbare bedragen, dan zie je dat de charme of de attractiviteit van de volksauto in principe afneemt. Dus het is gekoppeld aan de tweede fase van de automobilisering van de samenleving. Ja. Ja. Daarnaast begreep ik van onze redacteur dat dit boek ook een tikkeltje een aanklacht is tegen de huidige autojournalistiek. Nou, in principe tegen de hele autojournalistiek op zekere hoogte, omdat die heeft een, ik begrijp wel overigens hoe het komt, maar die heeft een wonderbaarlijke voorkeur voor wat zij dan meestal supersportwagens noemen. Daarmee gaan ze dan enorm knalhard rijden op plekken waar zo weinig mogelijk andere auto's zijn. Ja. En dat vinden ze dan allemaal geweldig. Ja, er worden lange stukken over geschreven wat een buitengewone auto het wel niet zijn. En ik vind dat onzin, omdat voor 4 ton kan iedereen een supersportwagen bouwen. Nou, als wij leg het eens uit aan Victor Muller, want dat lukt nog niet helemaal. Ja, maar misschien was dat ook niet de ideale figuur om dat te doen. Want ik heb Een best lange lijst. Ik heb altijd gedacht dat het daar meer ging om fiscale constructies dan om
De verschrikkelijke wens om een supersportwagen te bouwen. Bovendien zijn supersportwagens, zeker de moderne, zijn levensgevaarlijk. Ja. Omdat ze veel te veel pk's hebben. Ja. Je kunt maar dat maakt het ook wel weer leuk. Nee, dat is levensgevaarlijk. Ja, maar jullie hebben net een heel gesprek staan voeren. Dat klopt. Wat ik buiten kon afluisteren over verkeersongelukken. Ja. En geloof maar van mij dat ook een BMW uit de 5-serie met 465 pk, dat is pure levensgevaarlijke flauwekul. Dat moet je ook niet willen hebben. Dan moet je die auto's waar je mee rijdt dagelijks, als jij zo'n ding wil hebben voor de openbare weg, dan ben je al per definitie een gevaar op de openbare weg. Maar toch even dan moet je de Nürburgring af gaan huren en dan kun je dan lekker snelle rondjes draaien. En dan hoop ik maar dat het goed afloopt en dat je een beetje training hebt genoten. Er is op YouTube trouwens voor liefhebbers veel interessant materiaal voorhanden van mensen die niet de rijvaardigheid hebben om zo'n zogenaamde supersportwagen te bereiden. Maar als je dan toch zo'n 5-serie is wel een interessante auto. Hè? Want even, je kunt hem ook met wat minder pk krijgen natuurlijk. En er zitten wel vaak moderne technologieën die later terugkomt in juist de beter betaalbare auto's. Ja, daar geloof ik, dat is gewoon pure kletspraat naar mijn idee. Nou ja, feitelijk zo dat de vraag dat die is eerst of dat die technologie is die je nodig hebt. Het is veel en veel moeilijker om voor, laten we zeggen, 20.000 euro een comfortabele, solide auto te bouwen waarmee een gezin van 4 personen goed vervoerd kan worden. Ja. En waarmee je in principe, weet ik het, misschien 15 of 20 jaar uit de voeten kunt. Het klassieke voorbeeld, waarschijnlijk de simpelste Golf van dit moment, die zal zo'n 21.000 euro doen ongeveer. Koop die ook vooral, zou ik tegen de luisteraars willen zeggen, hoe duurder die dingen worden. Want je kunt ook een Golf kopen voor, weet ik het, voor 50.000 euro of zo. Ja, dat lukt wel, dan heeft hij 300 pk uit hetzelfde motorblokje, wat op zichzelf ook alweer te denken geeft natuurlijk. Doe dat niet, want u wordt daarmee gewoon opgelicht. Alle accessoires die u bij moet kopen zijn oplichterij. Ja. U bent altijd het marge, voordeligste uit voor met de simpelste versie. Ja. En ik heb een grote bewondering, al heeft het natuurlijk ook iets te maken met loonniveaus, voor de Dacia, die in feite een vrijwel even grote auto als de Golf aanbiedt. Voor wat zal het zijn? 11.000, 12.000 euro. Het is allemaal wat minder misschien aan de binnenkant, maar zo, als je er niet om geeft, als je gewoon goed verwarmt met 100 kilometer per uur en normaal over de weg wil rijden. Ja, maar dan waar haalt het dan op, Maarten? Want dan kan je ook zeggen, ja, maar als je dan, waarom 20.000 euro aan een auto uitgeven? Als je ook met de bus kan, is ook verwarmd en overdekt. Daar ben ik het totaal niet mee eens. Ik ging vandaag bijvoorbeeld met de bus en de trein hier naartoe. Ja. En ik was, als ik hier normaal had kunnen parkeren. Dat kan hoor. Ja. In Amsterdam is eigenlijk. Hier zit een garage. Amsterdam is de enige plek in Nederland waar ik nooit met de auto naartoe ga. Okay, Amsterdam is een fundamenteel auto-vijandige stad. Ja, dat ben ik het wel mee eens trouwens. Dus toch moeten we Amsterdam opheffen. Want ja, wij autoliefhebbers. Dat zou in allerlei opzichten een zegen voor de mensheid zijn. Toch maar even naar die innovaties. Want wat interessant is. Nee, maar nogmaals, het is technisch veel. Want u gaat er nu van uit. Nee, maar ik wil juist zeggen, die volksauto's die in het boek staan, dat zijn hele innovatieve auto's geweest. Precies. Alleen, wat ik zeg, die innovaties, die komen nu niet meer eerst in die volksauto's, die komen eerst in die 5-serie, de E-klasse. Nee, daar ben ik helemaal niet mee eens. Als u kijkt, ESP, ABS, noem maar op. Dat zijn dingen die aan de bovenkant beginnen. Ja. En als je normaal voorzichtig rijdt, is de vraag hoe groot de behoefte daaraan is. Goed punt. Maar ik zou maar zeggen, de MQB-platform, niet waar, waarop de Golf staat, dat is een meesterlijk stukje technologie. Want daarvan is de stijfheid weer veel groter dan het vorige platform. En tegelijkertijd is het, weet ik het, 200 kilo lichter. En daar zit een immense hoeveelheid superieure technologie in. Ja. Alleen zie je dat niet, en als ik tegen u zeg, jullie weten dan nog wat het MQB-platform is, maar de modale automobilist, die weet er helemaal niet dat er een platform in zijn auto zit. En die zal zich het staat ook niet echt op de optielijst. Nee, ik heb wel eens binnengekeken, maar ik zag geen platform. Dus juist die auto's die, laten we zeggen, nog voor een betaalbare prijs relatief hoge kwaliteit moeten bieden, zijn technologisch in het algemeen zeer geavanceerd. Ja. Wat is de volksauto van nu dan? U zei al de Golf. De volksauto van nu is de tweedehandsmarkt. Maar als je nieuw zou willen kopen, dan zou ik zeggen, doe zo'n driecilinder Golf. Ja? Ik denk dat je daar eigenlijk heel goed mee bediend bent. Ja, nou, maar goed. Maar zijn het niet die SUV's, de betaalbare SUV's? We hebben het straks over de Skoda Kodiaq. Nee, ik vind SUV's, dat is flauwekul. Ja, maar iedereen wil het.
En het is nu betaalbaar geworden. Maar dat begon natuurlijk bij Range Rover. De uitspraak, iedereen wil het, geeft al aan dat het waarschijnlijk flauwekul is. Ja. Wat iedereen wil, is zelden verstandig. Ja, maar een Golf is de best verkochte auto. Wat moet je met een vierwieler aangedreven auto? Even historisch weer opnemen voor Wouter. Nooit voor gebruikt wordt. Even opnemen voor Wouter. Hè. De volksauto zoals de Kever, de T-Ford, de Fiat 500, om er maar eentje te noemen. Die zorgt er allemaal voor dat een luxe product dat eigenlijk niet bereikbaar was voor het gewone volk, wel bereikbaar werd. Ja, dat is de hele kern van de zaak. SUV's waren een paar jaar geleden niet bereikbaar voor het gewone volk. Nu door die Skodiak... Is dat wel zo? Skodiak noem ik hem. Die Kodiak. Is dat wel het geval? Worden jullie daar goed voor betaald om daar reclame op te maken? Nee, was dat maar zo. Niet. Ja. Nee. Ik zou zeggen, als je dan toch een Skoda wil kopen... Ja. Koop dan een Octavia, maar die niet optimaal... Die, laten we zeggen, ook, die kun je ook met een driecilinder kopen. Ja. En daar heb je een uitstekend, ook op het MQB-platform... Ja, daar heb je voor MQB? Een relatief Wie schappelijke wordt er nou prijs. Betaald? U krijgt een MQB-platform. De ontwikkelaar die gireert straks nou, wat euro's. Ik ben wel een bewonderaar van het Volkswagen-concern. Ja. We zien even af van de dieselproblemen. Ja. 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 Maar technologisch zijn dat lui die toch in principe alles uit de kast halen. Als je dat vergelijkt met de Amerikaanse auto-industrie... dan is natuurlijk de Europese auto-industrie in allerlei opzichten technologisch veel geavanceerder. We praten met Maarten van Rossum, historicus, autoliefhebber, schreef het boek Een Auto voor Iedereen. Het boek gaat over de geschiedenis van de Volksauto. Begon bij de T-Ford, ja. Natuurlijk. De belangrijkste auto in de geschiedenis, ja, kunnen we dat zo zeggen? De T-Ford, het was op zichzelf een goed ontwerp, maar een betrekkelijk simpel ontwerp. Niet iets heel erg speciaals of bijzonders zoals het ooit de Deux Chevaux zou zijn. Maar het is in combinatie natuurlijk met de productietechniek. Ja. Hè, met de lopende ontwikkeling van de lopende band. Ja. Dat is overigens ook een gefaseerd proces. Het is niet dat ze ineens van het een naar het ander zijn overgestapt. Nee. Dat begrijp je ook wel. Dat is natuurlijk een heel ingewikkelde zaak. Maar als je dat combineert, dan is de T-Ford zonder meer de belangrijkste auto uit de geschiedenis van de auto. Ja. En daarna? De Kever dan toch? Ja, omdat die natuurlijk qua productie aantallen, de Kever is, laten we dat niet vergeten, doorgeproduceerd in Mexico tot het jaar 2003. En eigenlijk pas, dat is eigenlijk pas gestopt, omdat de Mexicaanse regering toen een merkwaardig besluit heeft genomen dat taxis meer dan 2 deuren moesten hebben. Dat taxis 4 deuren moesten hebben. Okay. En eigenlijk werd de VW-productie in Mexico in leven gehouden door de taxichauffeurs. Het is namelijk een enorm solide autootje. Maar ja, het is wel een 2-deurs. Ja. Niet heel handig voor een taxi. Nee, dat is niet handig voor een taxi. Maar, ja. Dat vond kennelijk de Mexicaanse regering ook. En vandaar dat toen is de Kever gesneuveld. Ja. Toen waren er, ik geloof, 22 miljoen gemaakt. Ja, echt of zo. Veel. Heel en dan veel, zie ik nog af van de transporters en alle andere dingen die daar nog bij hangen natuurlijk. Toen kijk, zelf vind ik vanuit het puur rationeel objectieve analyse van het ontwerp is de Deux Chevaux zonder meer de beste en ook de aardigste volksauto. Ja. Daar is echt gedacht, wat is het absolute minimum wat noodzakelijk is? Ja. En als je de eerste prototypes ziet, dan zie je dat er nog een subminimum is. Maar dat daar hebben ze ook na 45 hebben ze daarvan afgezien. Maar één koplamp en zo hadden ze in de Precies. Dat was wel leuk om te zien natuurlijk. Maar dat ze hebben het ontwerp nog vroeger, een keer helemaal door de machine gehaald. En toen is ons bekende Deux Chevaux ontstaan. Ja, maar ik kan me nog wel herinneren dat eeuwig gechoke met dat ding. Het waren belazerde starters. Laten we daar zo eerlijk mogelijk over zijn. De zegen van de moderne automobiel. Nou. Dat je daarin gaat zitten onder alle denkbare klimatologische omstandigheden. En je drukt op een knop en hij doet het. Ja. En als je denkt dan aan mijn AMI 8. Want ik heb jarenlang een AMI 8 gehad. Daar was de vraag of die het zou doen. De Super 8. Het was altijd zeer ook wel raar, toch? Gelukkig heb ik een jaar in Duitsland gewoond. En heel betoog voor je moet de basisversie kopen van een Golf. En dan koop je zelf een Super 8. Dat is toch ook raar? Nou, kijk, toen was ook... Het eend rijden en met name Franse auto's had nog een extra culturele dimensie. Ja. Dat je ging niet in een Duitse auto rijden. Oh. Als ik met een Duitse auto bij mijn vader voor was gekomen, dan had hij waarschijnlijk door de brievenbus gezegd, donderbaan weer op. Ja. Tot je een normale en fatsoenlijke auto hebt. Ja. Dat speelde wel een rol toch, hoe gek dat ook mogen klinken achteraf gezien. Althans, bij ons speelde dat wel een rol. Maar dan was een DAF nog een logischer keuze geweest. Gewoon eigen product kopen, Nederlands. Ja.
Ik had het boek ook laten lezen aan een deskundige om te zien of het technisch het allemaal een beetje door de beugel kon. En die zei, ik vind wel dat je erg weinig belangstelling hebt getoond voor de DAF. En ja. Dat is waar naar mijn idee. Maar natuurlijk, als je denkt dat de DAF geloof ik over 12 jaar geproduceerd is en tenslotte iets van 800.000 exemplaren heeft geproduceerd. Ja. Dan is dat natuurlijk relatief weinig. Dat staat in de verste verte niet in de categorie die ik Volkswagen heb genoemd. Van de Deux Chevaux zijn 8 miljoen exemplaren gebouwd. Van de Kever 22 miljoen. En van de Mini 5 miljoen. En zo zijn er nog wat meer voorbeelden. Zelfs van de Trabant zijn er ook 3 miljoen exemplaren. Dus de aantallen, gebouwd. Dat is wel belangrijk. Niet alleen de techniek. Want het pintere pookje, de Variomatic was natuurlijk wel iets. Wijzen dat er een bruikbare auto wordt aangeboden voor een schappelijke prijs. Want daar gaat het om. Ja. En want wie is de bedenker van de Volkswagen Kever? In feite Adolf Hitler. En die houdt zich daar zeer gedetailleerd mee bezig. En die met name ook ten aanzien van de prijs is die hartstikke streng. Dus Ferdinand Porsche komt met een ontwerp en zegt, ja, daar gaat 1200 Rijksmark komen. Ze zeggen, nou, er is sprake van. Hè, 900, dat is het. Niet, in ieder geval niet over de 1000. En tenslotte is die ook de eerste gebouwde Volkswagens nog in de late jaren 30. Die werden voor 900 Rijksmark, als ik het wel heb, via een spaarplan aangeboden. En daar maakte men verlies op. Ja. De productiekosten lagen wel ietsje hoger. Ja, de Golf is natuurlijk eigenlijk een beetje de opvolger van de Kever, zouden we kunnen zeggen. Nou ja, zeg maar de redder van de Volkswagen-concern. Die waren in de grootste mogelijke moeilijkheden geraakt, omdat ze die Kever veel te lang geproduceerd hebben. En dat is met de T-Ford eigenlijk ook gebeurd. Het is ook te lang, hebben ze daar vastgehouden. Het moet al heel erg bijzonder zijn, wil het langdurig mee kunnen, hè. Of je moet zo subtiel aanpassen als bijvoorbeeld de Golf. Hè, die wordt elke jaar. Zie je het verschil aangepast. Niet tussen de. Ja. De Golf is bijvoorbeeld veel groter geworden in de afgelopen jaren. De retro-modellen dan? De nieuwe Fiat 500, ja, de nieuwe retro, Mini? Daar ben ik 100% tegen. Dat moet direct, wat mij betreft, door de wetgever verboden worden. Ik vind het een aanfluiting van de oorspronkelijke originaliteit. Hè. In feite is dat natuurlijk allemaal bedacht door de verkoopafdeling. Kun je niet modelletje maken. De nieuwe Mini is natuurlijk geen volksauto meer. Die is gewoon ook te duur. De Mini is lachwekkend. Want er zijn erbij die zijn groter dan een vrachtauto. En er staat dan op een bordje Mini. Ik zwijg nog van dat rare achterlijke damesinterieur wat ze erop nahouden. Ja. Maar de Fiat 500, de nieuwe 500... Nou die komt nog steeds wel in de buurt van een volksauto, ja, toch? Ja, maar weet je dat die twee keer zo zwaar is als de Cinquecento? Ja, maar ook twee keer zo veilig. Of misschien wel 10 keer zo veilig. De Cinquecento was niet veilig, want er was geen enkele auto veilig tot begin jaren 60 in feite. De eerste ingebouwde veiligheidsriemen, dat is Saab, dat is denk ik 58, 59. En die werden vaak door de kopers niet gebruikt. De mensen vonden het onzin. Ja. Terwijl er zijn, volgens sommige deskundigen is de veiligheidsriem het goedkoopste manier waarmee miljoenen levens zijn gered die ooit bedacht zijn. Ja, briljant dus. Ja, maar je hebt nog mensen die in de stad zeggen, de stad is het helemaal niet nodig, je hoeft het helemaal niet te doen. Hè? Dank voor de komst naar de studio. Maarten van Rossum, historicus en autoliefhebber, schreef het boek Een auto voor iedereen.